Hey, ik had. Uh, je, je raakt net iets aan, we komen daar toevallig uh, terecht. Zoals we op heel veel onderwerpen volgens mij zo toevallig terechtkomen. Wat heel fijn is. Je had het over um, um, uh, de FBI en, en uh, uh, de bedreigende situaties. Uh, het was een zwaar jaar afgelopen jaar uh, voor PSV. Uh, dus ik ben benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Maar dat ging ook gepaard met bedreigingen. Ja. Uh, hoe ga jij met die. Bedre bedreigingen zijn mij niet vreemd. Maar ja. hoe ga je daarmee uh, daar om? Nou, dat was, ik zal ook eerlijk zeggen, in die, in die 18 jaar dat ik in betaald voetbal zat, was het ook de eerste keer dat het echt, echt, echt bedreigingen waren. In de zin van dat ze over dachten om een busje bij mij voor de deur te zetten. En uh, dat ik niet meer in mijn auto mocht lopen zonder iemand erbij. En dus wat, dat, gebeurde uh, dat vanuit PSV of was dat vanuit uh, de politie? Ja, die, dat... Dat, dat, die hebben samen contact ja. daarover. Ja. Uh, maar zo werd er in ieder geval al vergaderd. Dat is om even aan te geven. Omdat een bepaald deel uh, van uh, ja, wat dan heeft aangezien naar de kern. Uh, ja. die, had, die was niet meer met mijn hand uh, nee. te houden. En um, over de prijs gaan betalen van succes. Want als je iets wil, dan betaal je overal een prijs voor. Ja. En een bepaalde inzet die je moet, moet hebben. Um, ik heb gezegd, dat busje komt er niet. Ik ga niet aan mijn buren vertellen uh, dat, het, dat het zo is. En als wat gebeurt, zie ik het wel. Ik neem zelf het risico wel. En uh, ik heb alles afgewezen. En, uh, maar ik heb op een gegeven moment ook... Uh, want het duurde bij ons te lang. Uh, dan ga ik ook een avond zitten met die harde kern. Ja. Die nodig ik gewoon uit. Op kantoor bij mij. En uh, dan ga ik mee in gesprek. En, uh, en dan zeg ik: luister, ik vind prima dat jullie kritiek hebben. Ik vind het prima dat de spandoeken hangen. Spreken hoor, accepteer ik wel een keertje. Maar uh, drie weken is genoeg. En niet vier, vijf, zesde week ook nog een keer. En uh, kijk, en, dus daar ga ik echt met ze over in gesprek. Ik mm zou -hmm. jullie denken: dat beter is dat heel directie nu weggaat. Dan moet je vertellen. Want die slaat je de slachtoffer verliezen. moet je me vertellen. En uh, dat, soort, dat soort overleg kan bij ons in Eindhoven kan dat nog. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk een aantal omgevingen waar dat totaal kansloos is. Daar zou ik ook eerlijk over zijn. Wat, wat voor omgevingen zijn dat? Nou ja, kijk, als je, als je praat over uh, Amsterdam en Rotterdam. Ja. Dat, dat is, en er zijn nog wel een paar clubs waar, de, waar het nog veel heftiger is allemaal. Ja. In Eindhoven is het nog te, 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 te okay. doen. Dus dat, dat vind ik wel lekker. Uh, en dat, ik praat best in goede, en slechte tijden hoor. Mm -hmm. in het hele verhaal. Maar het was voor het eerst dat ik dus. Um, ik had vroeger nog geen camera's thuis. Uh, dat moest wel even gebeuren. Uh, al was het maar voor mijn vrouw. Want dat want, heb je wel, want je zei: zo'n busje doe ik niet, maar je hebt wel camera's. Ja, uh, maar dat had met thuis rond te maken. Kijk, uh, ja. als ik het als ik dan niet altijd was uh, en dan hang ik de kamer, dan kan ik niet meer nog zien wie eraan uh, belt. Ja, ja. En, en er gebeuren ook wel leuke dingen. Want er was op een gegeven moment ook een jongen die. Er werd om kwart over negen, toen was ik s'avonds niet thuis, werd er gebeld. Uh, een jongen van 16 stond aan de deur. Dus mijn vrouw dacht: ja. eerst, wat is dat? <laughs> En die zei, we hebben het op school erover gehad, over hoe moeilijk het bij PSV was. Ja. Ik ben 16 jaar, ik woon twee straten verder. Als het nodig is, bellen, helpen. Ja, ja, dat, kijk, dat zijn ook wel de momenten ja, ja. waarvan ik wel van geniet. Ik denk, ja, dat bestaat dus ook ja. in, onze, in onze wereld. Maar je betaalt dus overal een prijs ja. voor. Ja. En de prijs is soms bedreigingen. Uh, de, 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 de leuke dingen, dat je drie keer in de vier jaar op een kamer mag staan, omdat je kampioen mm -hmm. bent geworden. Dat is ook allemaal leuk. Um, ja, uh, daar moet je heel goed over nadenken voor ergens instappen. Ja. Nou, dus ik, ik heb, uh, in mijn vak heb je ook met bedreigingen te maken. Uh, het enige is dat het niet uit één hoek komt met wie je rustig kan gaan, uh, gaan zitten. Ik heb wel. Ik heb, daar een hele, ik heb daar een iets andere opvatting over, hoe daarmee om te gaan. Ik heb toen ik in dit vak stapte, er heel goed over nagedacht. Wat gebeurt er? Wat betekent het? En ik heb uh, mij voorgenomen, me er zelf geen zorgen over te maken. En mijn veiligheid volstrekt aan de experts over te laten. Ja. Uh, dus als zij zeggen, uh, ik volg ieder advies, wat er is, of het nou gaat over de camera of iemand voor je huis... of iemand die met je meeloopt of waar je naartoe gaat. Ik volg alles klakkeloos op. Dus ik wil ja. namelijk niet zelf hoeven nadenken. Wat is het risico? Wat gebeurt er? Ja. Ik heb dat volledig aan, nou, gewoon aan, de, aan de veiligheidsexperts uh, maar, maar er, uh, zijn, er zijn Zonder dat ik de verhalen nu precies met name toenam ga noemen... maar er zijn ook collega-directeuren geweest... Mm -hmm. die een barbecue hadden, mm -hmm. uh, waar de hele familie bij was... en waar ja. dus uh, zeven bivakmutsen binnenkwamen. Ja. En even duidelijk maakt dat die niet meer naar kantoor moest komen. Mm -hmm. En dan, uh, dan kan je zeggen dat gaat allemaal goed, maar dan krijg je in één keer te maken met kinderen die ermee worden geconfronteerd. Zeker. Uh, je vrouw Zeker, maar, die ermee wordt geconfronteerd. Maar daarom vind ik het heel wat dat jij zegt, uh, goed, je kinderen wonen niet meer thuis, maar ik kan mij niet voorstellen dat ik zou zeggen als ze zeggen, uh, uh, ik bedoel, uh, ik, nog niet zo heel lang geleden ben ik, werd ik ook s ochtends opgebeld met goh, uh, er is iets, uh, als u wakker wordt staan er mensen voor uw deur. Ja. Uh, staat de politie bij u, uh, bij u voor de deur? Ik kan me niet voorstellen dat ik zou zeggen, nou, doe maar niet. Nee. Maar dat heb je wel gezegd. Dat heb ik wel gedaan, ja. Maar dan kan je wel zeggen: ja, ik wil namelijk niet zo leven. Maar je hebt ook verantwoordelijkheid voor jouw vrouw, voor je gezin, ja. voor de mensen die bij jullie thuis komen. En dat doe je dan niet. Nee, dat, dat doe ik niet. En. Uh, is dat niet. Is dat niet. Dat, dat is wel. Kijk, topprestatie leveren. Uh, daarvoor moet je. Uh, dat, dat, dat is uh, zonder dat. Daar bedoel ik geen oordeel mee wat ik nee. nu zeg. Maar da, daar, daar moet je egoïstisch voor zijn. Ja, dan goed. moet je voor jezelf eens, kunnen kiezen. Dat, dat, precies wat je zegt. Ik bepaal dit. Ik ga zus. Ik ga zo. Ja. Maar. De grens, als het gaat over de veiligheid, ook van anderen, dan vind ik het best heftig als je. Nou ja, 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 ik vind dat niet passen, dus heb ik dat afgewezen. Ja. Maar er zijn. Uh, Want dat is niet jouw vaak veiligheid. Nee, maar, je zegt, maar, ik luister. Naar, gaan, ik luister naar als experts. Je, als jouw kinderen ja. uh, alleen maar school kunnen met uh, politiebegeleiding. Ja. Dat is nogal wat. Ja. Als het zover zou, oh. zou gaan. En uh, ik weet wel over veiligheid wordt ve weinig gesproken, omdat ze het niet willen delen. Om al mensen niet wijzer te maken dan, mm -hmm. uh, dan ze zijn. Dat weet ik hoe dat, uh, hoe dat in elkaar steekt. Maar is dat dan niet de grens? Denkt, ja, ik denk, ja, ik wil heel ver gaan, ik wil heel veel dingen doen. Uh, aan de andere kant is de spagaat van dit soort dingen. Dat als je hier aan toegeeft, dan, uh, dan betekent dus dat de hele maatschappij Zeker. kan worden gemaakt door een aantal Zeker. mensen. Die Zeker. denken, ik ben het niet mee eens en ik ga alleen met de mensen steunen die, ik, die me aanstaan. Nee, maar volgens mij is niet het punt. Kijk, want, want uh, wat ik altijd ook heb gezegd, heb ik me ook voorgenomen. Uh, een bedreigingen zullen nooit de reden zijn voor mij hoe heftig het ook is. Nee. Ik heb een verantwoordelijkheid voor, voor uh, alle mensen die naar mij komen. Dus op ja. het moment dat jij zwicht voor uh, ja. intimidatie, is dat een signaal dat het werkt. En gaat iedereen die, die naar mij komt, heeft daar een probleem mee. En ja. dat zijn zowel de, de politici als hun gezinnen. En, en iedereen die daarachter zit. Dus voor mij is dat, dat volstrekt ja. helder. Maar je zei net zelf in het begin van het gesprek, zeg je terecht. Uh, een beetje verwijt Politici moeten niet denken dat ze alles zelf weten of alles beter weten en inschatting maken over je eigen veiligheid. Ja. Ik durf te zeggen, ik kan het niet ja. en ik denk jou ook niet. Nee, dus, je dus, niet. Dus, nee, dus op zo'n moment dus niet luisteren naar de experts, vind, nee. vind, vind, vind ik heftig. Ja. ja, maar dat is misschien een karaktereigenschap van van, van <laughs> mij. Dat zou ik er eerlijk over zijn. Kijk, ja. en het, het verhaal is natuurlijk zo dat voor je in welke job ook stapt, ja. uh, net, net als een zo'n moet je thuis heel goed afwegen. Wil ik dit en ben ik bereid ook de plus- en minnen hiervan te accepteren? Ja. En dat kan je dan, het grappige met kinderen is dan, die hebben er dan geen inspraak in. Nee. Dus die krijgen het cadeau, uh, in de goede zin of zin slechtszinnen woord. Met, met je vrouw kan je dat nog delen, ze jongens, weet even, ik ga deze job doen, dit zijn de consequenties, leuke ja. dingen, minder leuke dingen. Dus daar kan je het over hebben en de kinderen groeien daarin mee. Ja, en dat is interessant, want als ze twee, drie zijn, hebben ze niks te vertellen. Dus ik heb ook eens afgevraagd naar een boekje, welke leeftijd heeft ze invloed uitgeoefend? Mm -hmm. Dus dat, dat wordt pas 12, 13. Dan, dan gaan ze, ja, maar ik heb geen zin om te verhuizen... of ik wil toch naar nee, die school, nee, ik wil niet naar mijn vriendjes nee. en vriendinnetjes. Ja, en dan krijg je interessante gesprekken. Ik heb dat gesprek eigenlijk te laat gevoerd. Ja. Dus een tip die ik zou hebben, is uh, ook voor andere mensen... van voer dat gesprek eerder met je kinderen. Ja. Van welke prijs zij betalen. En wees dan uh, ook niet verrast wat ze gaan zeggen. Ja. Want dat kan ook best heftig zijn uh, naar jezelf. Dus ja, luister, ik mis mijn vader. Ja. En uh, dan denk je, ja, ja, belangrijk. Maar hoe kan ik het dan toch nog een beetje verzoendelijk regelen? Mm -hmm. Enzovoort. Uh, aan de andere kant zeg ik ook heel eerlijk het leuke is dat als je dat aan ze vraagt, dat ze ook in de echt zeggen, we hebben ook dingen meegemaakt die heel bijzonder waren. Want uh, kijk, als jij morgen bij, in het onderwijs gaat werken, ben je ook elke avond thuis, ook niet. Mm -hmm. Dus elk, elke job heeft eigenlijk wel iets waarvan je ik leef er wat in. Mm -hmm. Dus je moet er ook niet al te moeilijk over doen. Nee, nee, dat is waar, maar volgens mij, <coughs> dat denk ik over. Uh, ik moet nu heel vaak denken aan alles wat mijn moeder me vertelde. Dat ze zei: Wacht maar, jongen, tot je zelf kinderen hebt. En dat vond ik al belachelijk dat ze dat uh, zei. En nu heeft ze uh, volstrekt gelijk. Nou, ik kan ook, uh, en wat je ook doet in iedere opvoeding uh, is het. Ik, kijk, en de rol van opvoeden me ook niet te veel zo. Ik kwam iemand tegen die ja. er onderzoek naar deed. Ja. En die zei: Luister, uh, denk je dat je, je kinderen kan opvoeden? zei hij. Hij zei: Achter per dag slapen ze. Achter per dag zijn ze op school. <laughs> uh, vier uur per dag zijn ze met een vriendje bezig. En dan ga je ze twee uur opvoeden. Ja, maar dat, dat geloof ik, dat, 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 daar ben ik het niet mee eens. Nee, omdat, dat, dat zou wel. Dat, omdat opvoeding niet in de... Dat zit hem... Maar sorry, ik val nee, in de ik, reden. Nee, wat ik zeggen, want die man gaf een kommaatje. Ja? Hij zegt, luister, een, een goede onderwijsres is belangrijk... die ja? zal behoorlijk wat meer invloed ja. gaan uitoefenen... dan sommige ouders mm -hmm. op het hele verhaal. Mm -hmm. En uh, hij zegt, als het je lukt om je kinderen deur te krijgen... met waarde en normen, dat is jouw job, dan ben je ah, het. Okay. Maar daar ben ik het mee eens. Want als ik, wat, wat ik bemerk nu... of ik vind juist deze eerste jaren met die kinderen ontzettend belangrijk... En uiteindelijk gaat het over waarden en normen. Ja. Het belang van ja. uh, discipline, hard werken, oefenen. Dus ik, uh, de, 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 een van de eerste zinnetjes die, ze, die ik ze leer is: uh, Oefening baart kunst. Niet, ik kan het niet. Papa wil uh, uren met je oefenen. Ja. Maar oefenen, oefenen, oefenen. Je kan iets niet gelijk. Dus dat, is een, dat, ja. dat zijn eigenlijk allemaal lessen die ik mee heb gekregen ja. toen, ik, uh, toen ik klein was. En mijn opa, die heeft wel eens gezegd: aan het einde van zijn leven zei hij: Het spijt me dat ik je altijd wat probeerde bij te brengen. Ik heb nu dat, dat gesprek met mijn, uh, met mijn vrouw regelmatig. Omdat ik dan probeer ik ze van alles, uh, probeer ik ze van alles bij te brengen. Dus gisteren zaten, we aan, gisteren zaten we in de tuin. Mijn oudste is zes. En uh, zijn broertje van vier, die was uh, geschopt op het schoolplein. Dus dan zegt hij, ik ga met al mijn vrienden. Gaan we dat jongetje? Gaan we pakken? We gaan vechten. Ik wil, ik wil vechten. Uh, wat heel belangrijk is. Uh, is uh, eigenlijk je hele houding die je hebt. Hè? Wat mij altijd, en, en De lessen komen terug van toen ik die leeftijd ja. zelf had. Waarin werd. Nee, je moet niet vechten. Je hele houding moet zijn. Als je met mij vecht, krijg je een probleem. door niemand met je gaat vechten. Je moet het gevecht winnen voordat je het aangaat. Ja. Mijn vrouw zegt echt: gast, ventje is zes. La ja. Laat hem joh. Dit is gewoon grootspraak. Maar ik kan het toch niet laten om, om hem iets bij te brengen ja. over het belang van houding. Je niks aantrekken een gevecht winnen zonder iemand op zijn gezicht, uh, op nee. zijn gezicht uh, te slaan. En ik geloof wel degelijk dat je daar als ouder in dat soort. Lessen in nou, de, de, de boeken, de kritiek die je krijgt, de tegeltjeswijsheden. Ik geloof dat je een leven kan bouwen op tegeltjes. Ja. Uh, omdat het je namelijk iedere keer houvast geeft in situaties om terug te vallen op die tegeltjes. Oefening baart kunst. Ja. Uh, we trekken ons niks aan als iemand. Uh, ik zei altijd: wij zijn klaafjes, wat mensen ook ons van ons vinden. Ja. Uh, de boom in. Het zegt meer over die mensen dan over jou. Nu snappen ze daar geen reet van. Maar ik ben ervan overtuigd dat het blijft hangen bij kinderen, dit soort dingen. En dat als ze later groot zijn, dat ze erop terug kunnen vallen. Ja.